planning. Januari 1933. De nationaalsocialist Adolf Hitler komt in Duitsland aan de macht. Hij wordt gesteund door de top van het Duitse bedrijfsleven. Zijn partij, de NSDAP, beschikt over eigen knokploegen. Verschanzen zich die hohe Wissenschaft. Hinter den Paragrafen und hinter den Aktenbündeln und hinter den Pandeten. 10 mei 1933 worden in Berlijn en andere universiteitssteden ongeveer 25.000 boeken van socialistische, communistische en Joodse schrijvers verbrand. In Duitsland zijn in die jaren meer dan 6 miljoen werklozen. Het zijn de Joden die de schuld krijgen van de economische crisis. Joodse winkels worden geboycott, vernield en geplunderd. Duizenden mensen vluchten het land uit. Ik wist het tweeënlei. Wij kregen dus via de Communistische Jeugdbond kregen we ook voorlichting over die situatie, omdat er ook verbinding was dus met de toenmaals al illegale communistische partij in Duitsland en ook met de verboden Communistische Jeugdbond in Duitsland. En we wisten het uit levendige documentatie van de emigranten die over de grenzen kwamen. We wisten dus dat de vakbeweging verboden was, dat de politieke partijen verboden waren, dat er terreur gepleegd werd tegenover de Duitse Joden. We wisten dus van die emigranten, daardoor wisten we van de emigranten dus wat er precies zich in Duitsland afspeelde. Duizenden politieke en Joodse vluchtelingen komen naar Nederland, vaak zonder geld en papieren. Het opvangkamp Westerbork wordt gebouwd. Na de verscherpte terreur tegen de Duitse Joden in de zogenoemde Kristallnacht in november 1938. Het Comité voor Bijzondere Joodse Belangen moet zich financieel garant stellen, want de regering geeft er geen cent voor uit. Door de passieve houding van de Nederlandse regering worden tientallen hulporganisaties opgericht om de vluchtelingen op te vangen. De Nederlandse afdeling van de Internationale Rode Hulp, opgericht in 1922, helpt vooral communistische vluchtelingen. Nou, die Rode Hulp, dat was dus een organisatie die de mensen, de antifascisten die over de grens vluchten, hielp. En via deze organisatie kwamen dus de vluchtelingen hier in Nederland. Maar dan moet je niet voorstellen dat die vluchtelingen door de Nederlandse regering met open armen werden ontvangen. Die werden hier als paria's behandeld. Wij leefden toen, alhoewel we het niet beseften, leefden we toen al in de illegaliteit. Want we moesten die emigranten 's nachts onderbrengen. En als ze dan ergens ondergebracht waren en ze gingen bijvoorbeeld overdag op straat, dan moesten ze zeer strenge instructies geven dat ze absoluut niet mochten praten op straat. Want zodra ze zich dat zouden doen, dan konden ze eventueel met een rechercheur of weet ik wat ook in verbinding komen. En als die hoorden ze Duits spraken, dat ze daar erg op gescherpt waren, dan gingen ze even controleren, gaat u maar eens even mee, dan was het gebeurd.